Het platform Beek en Rivierherstel heeft mij gevraagd om iets te vertellen over beken vanuit een hydrologisch perspectief, oftewel een hydrologisch intermezzo. En dat doe ik graag, want beken zijn natuurlijk een heel belangrijk onderdeel in het Nederlandse landschap. Niet alleen omdat de meeste wandelroutes er langs lopen, omdat mensen nou eenmaal graag naar beken willen kijken, maar ook omdat ze het water uit de omgeving afvoeren en omdat ze een plaats bieden voor allerlei ecosystemen in en rond het water. En waterbeheerders doen dus ook heel erg hun best om ervoor te zorgen dat die beek zo gezond mogelijk is en toch groot genoeg om wateroverlast te voorkomen. De vragen die vaak een rol spelen in de beslissingen van waterbeheerders gaan vaak over verandering. Hoe gaat die beek reageren als het klimaat verandert of als het landgebruik in de omgeving verandert? Of als een maatregelentoepassing in de beek of om het land eromheen? En om die vragen te kunnen beantwoorden moeten we eigenlijk eerst begrijpen hoe de beek nu werkt. En dat wil ik jullie ongeveer laten zien. Voor een optimale hydrologie en ecologie van dit stukje beek moet je niet alleen kijken naar dit stukje beek zelf, maar naar een veel groter gebied. Ten eerste moet je kijken naar de hele loop van de beek, want je kunt je voorstellen dat als je bovenstrooms een gevaarlijke stof loost, dat benedenstrooms ook gevolgen heeft voor de ecologie. Andersom werkt het ook een beetje zo. Als je benedenstrooms bijvoorbeeld een stuw bouwt, dan kunnen er geen vissen meer naar boven zwemmen, tenzij je natuurlijk een vistrap aanlegt. En ook het water kan daardoor opgestuwd worden. Dus benedenstroomse maatregelen kunnen ook bovenstrooms doorwerken. Maar niet alleen in de lengterichting van de beek moet je kijken, ook in de breedte. Als je kijkt naar de beek zelf, moet je ook het beekdal daarnaast meenemen. Want er wordt water uitgewisseld tussen het oppervlaktewater en het grondwater. Maar niet alleen het beekdal is belangrijk, je moet nog veel verder kijken, want ook dat beekdal wordt weer gevoed door water. Eigenlijk kom je dan uit bij de hydrologische kringloop die iedereen heeft gezien, maar die toch belangrijk is voor dit verhaal. Want het water in de beek is natuurlijk eerst gevallen als neerslag. Al het water dat het gebied binnenkomt, moet er ook weer uit. Dus dat betekent dat alle regen die valt moet of verdampen of eindigt in de rivier. En dat kan op verschillende manieren. Maar laten we eerst focussen op hoeveel water er uiteindelijk in de rivier terechtkomt. Dit zijn kaarten van het KNMI. De linkerkant is de neerslag en de rechterkant is de verdamping. Je ziet dat de neerslag in Nederland best wel verschillend is. We hebben niet echt bergen, maar je ziet wel dat de Veluwe duidelijk meer regen krijgt dan stukken in Limburg. De verdamping is gelijkmatiger, maar ook daar zie je wel verschillen binnen Nederland. Wat je ook ziet is dat er op jaarbasis meer regen valt dan dat er verdampt. En dat betekent dat er water overblijft om af te voeren. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de regen in Nederland redelijk gelijkmatig over het jaar. In de zomer zijn er wel wat meer fikse onweersbuien en in de winter meer regenbuien met een hele lage intensiteit, maar die heel lang duren. Maar als je kijkt naar de hoeveelheden, dan ontloopt het elkaar niet veel. De verdamping daarentegen is wel heel erg seizoensgebonden. Je ziet hier een grafiek met op de x-as de maanden en op de y-as de verdamping per maand. Je ziet dat er een jaarlijkse gang is en dat er in de winter bijna niks verdampt en dat er in de zomer veel meer verdampt. 100 mm in een maand is best veel als je bedenkt dat er in die maand veel minder regen is gevallen. Je ziet ook een verschil tussen verschillende soorten planten. De kaart die ik net liet zien van het KNMI is gebaseerd op grasland. Maar je ziet dat een bosgebied veel meer water verdampt. Zeker in de winter, wanneer ze met hun bladeren en takken regenwater opvangen, waarvan een groot deel later weer verdampt. Landbouwgewassen zijn weer anders, want die staan een groot deel van de tijd braak en uit kale grond verdampt minder dan uit grond met planten erop. Hier zie je ook al wat er gebeurt op het moment dat je je landgebruik verandert. Als je bijvoorbeeld een bosgebied verandert in een grasland, dan zal je zien dat er minder water verdampt en dat er dus meer water afgevoerd kan worden naar de beek. En dat kan op verschillende manieren. De meest gebruikelijke route is dat het water langzaam de grond intrekt en via het grondwater naar het oppervlaktewater stroomt. Vlak onder de oppervlakte is de bodem nog niet helemaal gevuld met water. Er kan dus nog water bij. En dat water dat trekt langzaam in de bodem totdat het op de grondwaterspiegel komt. Beneden de grondwaterspiegel zijn alle poriën tussen de bodemdeeltjes gevuld met water. Wat je hier ook ziet is dat die grondwaterspiegel aan de linkerkant hoger ligt dan het oppervlaktewaterpeil aan de rechterkant. En zoals je kan voorstellen, op het moment dat een waterspiegel niet gelijk is, zal het water van hoog naar laag gaan stromen. En dat is waarom het water aan de linkerkant naar de rechterkant gaat stromen. En uiteindelijk dus in de beek eindigt. Wat je ook ziet is dat het stukje direct naast de beek, dat daar de grondwaterspiegel veel dichter aan het oppervlak zit dan een stukje verder op de heuvel. En dat heeft ook gevolgen voor wat voor planten daar willen groeien. En je ziet ook een verschil tussen dit gebied, waar het water voornamelijk naar beneden stroomt, en dit gebied, waar het water voornamelijk omhoog komt. Dat water dat omhoog komt door de grond, dat heeft een hele andere chemische samenstelling, omdat het heel lang in de bodem heeft gezeten, en daardoor ook de chemische eigenschappen van de bodem heeft aangenomen. En dat zorgt ervoor dat de vegetatie die daar groeit heel speciaal is.
Op het moment dat je dus iets doet dat ervoor zorgt dat die waterstroom beïnvloed wordt, bijvoorbeeld door een pomp aan te leggen waardoor het water daar naartoe getrokken wordt in plaats van naar de beek, valt niet alleen de beek droog, maar heb je ook een andere chemische samenstelling van het grondwater waar deze planten opgroeien. En dan kan het dus zijn dat je een hele zeldzame vegetatie verliest. Ook het water in de beek heeft de chemische eigenschappen van de bodem meegekregen. Zoals ik al zei, is dit de meest gebruikelijke route, maar het is niet de enige route. Want soms trekt het water niet de bodem in. En dat noemen we oppervlakteafvoer. En dat kan gebeuren door twee dingen. Of het regent zo hard dat het water niet genoeg tijd heeft om de bodem in te dringen. En dat kan zijn omdat het heel hard regent. Bijvoorbeeld als je zo'n heftige zomeronweersbui krijgt. Of omdat de bodem heel erg dicht is. Dus bijvoorbeeld als je een hele dichte kleigrond hebt. Of op het moment dat je de bodem gaat bestraten zodat het water er niet meer in kan trekken. Hier zie je dus ook duidelijk het effect van landgebruikverandering. Als je een grasland bestraat of gebouwen bouwt, dan verander je de eigenschappen van de bovenlaag en zorgt ervoor dat water niet in de bodem trekt, maar over de oppervlakte afstroomt. En je ziet hier ook het effect van klimaatverandering. Als we straks in de zomer meer heftige onweersbuien gaan krijgen, dan zal het ervoor zorgen dat je ook veel sneller oppervlakteafvoer krijgt in plaats van dat het langzaam de bodem intrekt. En dat heeft gevolgen voor de afvoerdynamiek, maar daar kom ik straks op terug. De andere oorzaak voor oppervlakteafvoer staat aan de rechterkant. En dat is niet omdat het heel hard regent, maar omdat de bodem simpelweg gewoon al vol zit. Dit is wat je bijvoorbeeld krijgt vlakbij de beek. Als het grondwater sowieso al heel ondiep zit en er valt een klein beetje regen, dan past het er misschien nog wel bij. Maar als er dan wat langere tijd regen valt, dan kan het niet meer infiltreren en stroomt het over de oppervlakte weg. In deze figuur zijn alle processen nog een keer samengevat. In het midden hebben we de neerslag. Die neerslag kan verdampen en dat kan via twee routes zijn. Transpiratie, dat is via de planten, of evaporatie, dat is water dat op de bodem ligt of bijvoorbeeld op de plantenblaadjes is blijven liggen. Dus niet echt via de plant naar boven komt, maar opgevangen is tijdens een regenbui en daarna weer verdampt. Dat noemen we ook wel interceptie. Het water dat niet verdampt, dat trekt de bodem in. Dat noemen we infiltratie. Dan zakt het langzaam naar beneden en dat noemen we percolatie, totdat het op het grondwater terechtkomt. En dan krijg je basisafvoer naar de beek toe. Je kan ook interflow krijgen, in het Nederlands heet dat oppervlakkige afvoer. En wat er dan gebeurt is dat het water wel de bodem intrekt, maar dan op een slecht doorlatende laag sluit in de bodem. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er een ander soort bodem ligt, bijvoorbeeld een kleilaag die er van nature voorkomt. Maar het kan ook iets zijn dat door mensen is veroorzaakt, bijvoorbeeld een ploegzool. De andere route is de snelle afstromingsroute. En dat is als je dus oppervlakteafvoer krijgt, of omdat het te hard regent, of omdat de bodem al vol zit. Hier heb je ook nog depression storage. Dat is als het water in plassen blijft liggen. En dat zie je heel veel in Nederland, omdat in Nederland het land vlak is. Wat er dan vaak gebeurt is dat het water tijdelijk wordt opgeslagen in die plassen en dan later alsnog de bodem intrekt, als inmiddels er wat ruimte is vrijgekomen, omdat het grondwater langzaam naar de beek is gestroomd. Uiteindelijk eindigt het water via die snelle route en die langzame route in de beek. En dat noemen we afvoer. Nou, afvoer is eigenlijk een aantal liters per seconde of kubieke meters per seconde die er door de beek stromen. En als je kijkt naar het verloop van de afvoer in de tijd, dan kan je ook die verschillende processen daarin identificeren. Hier zien we bijvoorbeeld een afvoerverloop van de beek. We kunnen die scheiden in snelle afvoer en basisafvoer. De basisafvoer komt door grondwaterstroming en de snelle afvoer komt door oppervlakteafvoer. Maar ook door andere snelle processen zoals stroming door drainagebuizen of door gangen van mollen en muizen, die eigenlijk ook snelwegen zijn voor water. Je ziet dat dit niet echt een Nederlandse beek is, want de hoogste afvoer hier is in april en mei. En dat zien we in Nederland niet. Dit is wel een typisch Nederlands plaatje. De blauwe lijn is de afvoer. En dit is van de afvoer van de Hupselse beek in het oosten van Nederland. Je ziet dat die vrij piekig is en dat die reageert op regenbuien. En die regenbuien zijn de paarse lijnen die van de bovenkant naar beneden komen. Je ziet ook dat de regenbuien in de winter een veel groter effect hebben op de afvoer dan in de zomer. En dat komt door die gele lijn. Die gele lijn is namelijk de verdamping. En de verdamping is veel hoger in de zomer. In de zomer verdampt dus het grootste deel van de neerslag. Of eigenlijk meer dan de neerslag. Want wat ik nog niet heb genoemd is de berging. Het water dat opgeslagen wordt in de bodem. Van elk stroomgebied kun je een balans opstellen. Een zogenoemde waterbalans. En die waterbalans houdt eigenlijk bij wat er inkomt en wat er uitgaat. De vier meest belangrijke termen van de waterbalans zijn neerslag, verdamping, afvoer en bergingsverandering. Het kan ook zijn dat er in een stroomgebied kwel is, dus water dat er van buiten een stroomgebied bijkomt via de bodem. Of juist de andere kant op, dat er water wegzijgt in de bodem. Of dat er water wordt ingelaten vanuit een hoger gelegen gebied of een naburige rivier. Als je dat allemaal niet hebt, dan is de waterbalans vrij simpel. In de zomer is neerslag min afvoer min verdamping negatief. Dus dat betekent dat er water uit de bodem wordt onttrokken.
In de winter is dat juist andersom. Dan komt er meer water bij dan dat er uitstroomt, voornamelijk omdat de verdamping vrij laag is, en daardoor vult dat langzaam weer aan. Dus als je kijkt naar het grondwaterverloop in de tijd, dan zie je dat die in de winter hoger staat dan in de zomer. En omdat het grondwater in de winter hoger staat dan in de zomer, zul je dus eerder krijgen dat de regen ervoor zorgt dat de bodem helemaal vol zit en dat je dus oppervlakteafvoer krijgt. En daardoor krijg je hogere pieken in de winter dan in de zomer. De hogere pieken in de afvoer in de winter zorgen ook voor een hogere stroomsnelheid in de winter. Want al deze afvoer moet dus door die ene beek. De afvoer meten we in liters per seconde. Dat is dus een volumemaat per tijdseenheid. Maar voor een heleboel dingen is het veel belangrijker hoe hard het water stroomt. Bijvoorbeeld voor een kroosblaadje dat misschien weggespoeld wordt of juist blijft liggen. Hetzelfde geldt voor zandkorrels. En daarvoor moeten we de afvoer in liters per seconde relateren aan de snelheid in meters per seconde. En wat daartussen zit, is de oppervlakte. En dat is de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de rivier. Op het moment dat je dus een hele brede dwarsdoorsnede hebt, kan die afvoer uitgespreid worden over een groot oppervlak en zal het vrij langzaam stromen. Hier zie je dus wat het effect kan zijn van maatregelen op het moment dat je de dwarsdoorsnede verandert. De afvoer wordt voornamelijk bepaald door de hydrologie, dus hoeveel water er uit het stroomgebied via die snelle en langzame afvoerroutes in de sloot terechtkomt. De stroomsnelheid is een gevolg van die afvoer samen met de oppervlakte van de dwarsdoorsnede. Die oppervlakte is een product van de gemiddelde diepte en de breedte van de rivier. Maar die gemiddelde diepte wordt ook bepaald door wat er in de beek allemaal ligt. Stel dat er een heleboel waterplanten in de beek staan, dan wordt het water afgeremd, wordt dus ook de stroomsnelheid lager. En moet dus de oppervlakte groter worden om dezelfde afvoer te houden. Dat betekent dus dat waterplanten en andere dingen in de rivier het water afremmen en daardoor zorgen voor een hoger waterpeil. En misschien wel voor overstromingen als het waterpeil heel dicht bij het landoppervlak ligt. Zo zie je dus dat maatregelen in de rivier gevolgen kunnen hebben voor het waterpeil en dus ook voor het risico op overstromingen. Om te voorspellen wat er gaat gebeuren als er iets verandert. Bijvoorbeeld het klimaat of het landgebruik of het waterbeheer, moeten we niet alleen begrijpen hoe het nu werkt, maar ook hoe het precies gaat veranderen. En dat is vaak niet zo simpel als het lijkt. Je kunt bijvoorbeeld denken, als het klimaat verandert en we krijgen hevigere regenbuien in de zomer, dan krijgen we meer oppervlakteafvoer. Want hevigere regenbuien zorgen voor meer oppervlakteafvoer en dus hogere afvoerpieken. Maar dat hoeft niet per se het geval te zijn. Want het kan ook zijn dat omdat het straks warmer is in de zomer en er meer water verdampt, dat er ook meer ruimte in de bodem aanwezig is omdat het grondwaterpeil dieper zit. En dat er dus minder oppervlakteafvoer is omdat er meer water nog bijpast in de bodem. En hoe dat precies tegen elkaar opweegt is vaak heel lastig om van tevoren te voorspellen. En daarvoor gebruiken hydrologen vaak hydrologische modellen. En daar zijn er heel veel van. Sommige heel simpel en andere heel ingewikkeld. Wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben is dat ze processen vereenvoudigen. Dit is bijvoorbeeld mijn eigen model, de Wageningen Lowland Runoff Simulator, die deze processen aan de linkerkant, die ik niet allemaal in detail zal behandelen, vereenvoudigt tot een aantal reservoirs waartussen water kan stromen. Met dit model kan ik dus bijvoorbeeld voorspellen wat er gebeurt met de afvoer op het moment dat de neerslag verandert in de toekomst. Of ik kan voorspellen wat er gebeurt met de waterstanden op het moment dat er meer water wordt ingelaten van een hoger gelegen gebied. Dus wat er gebeurt als ik mijn waterbeheer aanpas. En het zou bijvoorbeeld kunnen dat dit de uitvoer is van een model dat gedraaid heeft met twee verschillende vormen van landgebruik. De lichtblauwe met veel bestraat oppervlak en de donkerblauwe met veel begroeiing. En je ziet dat ze anders reageren op regen. Op die manier kan je scenario's doorrekenen. Wat gebeurt er met de afvoer, met de waterstanden in de rivier of de grondwaterstanden op het moment dat ik iets verander in het land of in het klimaat of in het waterbeheer? Terugkomend op de hydrologische cyclus hebben we het gehad over neerslag, die misschien gaat veranderen in de toekomst, meer in de winter, minder in de zomer en heftigere buien in de zomer. We hebben het gehad over verdamping, die afhangt van landgebruik. Dus als je het landgebruik verandert, dan krijg je minder of meer verdamping en dus ook minder of meer afvoer. We hebben het gehad over de bodem, die in die buffer is tussen de neerslag en de afvoer. Hij vertraagt het signaal en zeker als het water langzaam de bodem intrekt. En op het moment dat je de bodem bedekt, dan kan het water veel sneller de rivier bereiken. En krijg je dus ook een veel scherpere afvoerdynamiek. Meer pieken, hogere pieken en ook in de zomer een lagere afvoer, in plaats van een veel gelijkmatiger afvoerverloop. En je ziet dus dat eigenlijk alles met elkaar samenhangt: klimaat, landgebruik en waterbeheer.